Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van Daniel. Is het goed? Dat is net een soort van circus. Vertel maar eventjes wat wij gaan doen vandaag. Goedemorgen allemaal. We gaan vandaag iets superleuks doen. Ik zeg dat wel vaker dat we iets superleuks gaan doen, maar vandaag gaan we echt iets leuks doen. Maar wij doen ook alleen maar leuke dingen. Ja, wij doen alleen maar leuke dingen. Ja, we zijn onderweg naar Groningen. En wij gaan naar onze grote vriend Mats de Matser. Matser Mats. Matser Mats, onze winnaar. Hij heeft een aantal weken terug de giveaway gewonnen. En dit is superleuk. Wij gaan dus die cadeautjes langsbrengen. Die spullen die ik ga weggeven. En die rail en die kunstaasjes. En we gaan natuurlijk even een dagje vissen met Mats, want dat hadden we beloofd. Ik heb er zin in. Ik heb gisteren met Francis gevist. Hebben wij vis in quarantaine opgenomen voor snoeken. En dat ging niet zo goed. Wij moeten zelfs nog even een middagje terug naar een andere plek. We hebben heel de stad doorgevist en nog een paar andere mooie stekjes. Dat was helemaal niks. Dus ik hoop vandaag dat in het hoge noorden bij Mats, dat het daar wel goed gaat. Ik ben benieuwd. Het is vandaag wel beter weer. Een beetje bewolkt. Gisteren was het echt helderblauw. Ja, ik heb er wel zin in. Ik ook. Ik ben heel benieuwd. Nou. We hebben nog nooit samen in Groningen gevist. Nee, volgens mij ook niet. We moeten nog anderhalf uur rijden, zo'n stukje. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in om die spullen even langs te brengen met Mats. Wordt sowieso een leuke dag. Zo. We zijn er. We gaan even iemand blij maken. Goedemorgen. Hoi. 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 Ik heb wat moois voor je, denk ik. Ja. Deze. Uh-huh. En deze. Alsjeblieft. Dankjewel, man. Ja, echt ziek bedankt. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Nou, we gaan lekker vissen zo, toch? Ja, ik heb al een hengeltje hierbij. Die heb ik al besteld. Nou, het ziet er goed uit, toch? Ja, dat moet je maar opdoen. Even kijken of we een dikke snoek kunnen vangen, toch? Ja, ziet er goed uit. Opzetten. Mooi reeltje erop. Ja. De kleur past hier ook nog mooi bij. Ja, super ziek. Jij hebt lekker gewerkt vanochtend? Ja, zeker. Was bij hier in het dorp gewoon. Hey, zo hoort het, hè? S'ochtends vroeg opstaan om te werken. Ja. Centjes verdienen. Ja. En 's middags vissen. Ja. Dit is een doosje met wat witvisspulletjes, karperspulletjes, wat pennetjes in. Dit is voor de method feeder. Zitten wat korfjes in. Ook als jij piepers hebt, zijn dit swingers. Oh ja. Deze heb ik zelf ook. Die zijn best wel goed. Karperhaakjes, karperlootjes. Dit is de grote doos. Ja. Die zit helemaal vol met kunstaas. Maar even kijken. Holy shit. Nou, dan kan je gewoon wel even mee. Er zitten wel pluggen op. En, sick. Ja, ik zag het op de video, maar zoveel had ik echt niet verwacht. Hier nog wat kleinere setjes. Ja, wow, echt ziek, man. En je had laatst ook een paar mooie snoeken gevangen, hè, hier in de buurt. Ja, ik had, weet het, ook weer in Amsterdam had ik ook nog een zieke baan. Ja, vet. Hier even een paar foto's. Maar we gaan zo meteen dus ook even proberen om mooi te vangen. Ja, zeker. We gaan echt een dikke eruit halen. Leuk, man. Oké, mooi. Dan gaan we spullen pakken. Ja. Weet je al wat je mee gaat nemen? Alles. Nou, dat kan, hoor. Past wel in de auto. Dus, nee, op best. Dan gaan we op pad. De natuurlijke kleuren helpt hier heel erg. Ja? Ja. Wil je met een jerkbait of met een shad vissen? Een jerkbait vind ik wel wat leuk om te experimenteren. Ja? Zal deze doen dan? Voren? Ja. Nou, we zijn aangekomen op de eerste stek. Volgens Mats is dit een goed plekje, dus ik ben heel erg benieuwd. En je hebt een nieuwe hengel. Ja. Je hebt je nieuwe rail die je van mij hebt gekregen. Nieuwe aasje die je van mij hebt gekregen. Ja. Moeten we allemaal even testen. Ik ben ready. Ja, dit ziet er wel goed uit. Mooi setje. Ja. Je hebt er wel vertrouwen in. Jazeker. Heb je wel eens met een jerkbait gevist? Eerlijk gezegd volgens mij 2 keer of zo. Oké, nou ja, dan kan ik je mooi ook even les geven. Ja. We gaan even ons best doen. We gaan proberen een paar mooie vissen te vangen vandaag. En ik vind het wel lachen. Want Mats is echt een viskenner. Hij kijkt alle video's. Alle visvideo's op heel YouTube. Dus dat is wel tof. Hij kijkt elke avond kijkt die best video's uit Amerika. Uiteraard ook mijn video's. Video's van andere vissers. Volgens mij weet deze jongen wel hoe het werkt. Ik heb wel vertrouwen in. Ja, ik heb wel vertrouwen in. Gaan we een visje vangen vandaag. Ja. Ben jij er ook klaar voor? Ik ben er helemaal bij, jongens, vandaag. Jij hebt het schep met? Ja. Top. Nou, Mats. Ja. Let's go. Iets meer slappe lijn geven naar elk tikje. Dan gaat hij nog verder opzij. Oh ja. Het worpje zag er wel goed uit, hoor. Ja, zo ja. Zie je dat?
hoe mooi die uitslaat. Ja. Netjes hoor. Het is wel vet met dit aasje, dat je ze gewoon erop kan zien klappen. Ja, je ziet ze zeker op klappen. Dus je remt hem met je duim als je er bent. Ja, zo. Nu. En dan klik je hem dicht. Ah. En je hebt hem al goed onder de knie. Ja. Een mooie actie, hè? Die aasje. Af. Ja, dat geloof ik. Oei, oei. Ja, ik heb een snoekie. Ja, het is wel mooi, hè? Nou, ik ben aan het bellen. Ja, ik weet niet of we hem gaan scheppen. Ik denk, nou, schep hem maar. Daniel. Ja, joh. Je hebt er één. Ja, joh, bizar. Als eerst. Oh, ja! Lekker! Hij valt eraf los. Hij schept erop. Oh, mazzel. Nou, onthoud hem maar even uit. Ja, wat een mazzel. Oh mijn god. Weggaan. Lekker gast. Lekker. Nou, dat ging wel heel snel, hè, jongens. Het is een kleintje, maar mooi. Die mogen we niet missen. Hij is mooi dik. Ja. Ik was aan het bellen, zoals altijd. En dan net op dat moment vang je een snoek. Ja, ik had hem niet op film staan. Hij is dik, jongen. Ja, het zijn echt vet. Helemaal klaar voor de paai. Je kijkt al, een dikketje. Superleuk. Wow. Vet man, de eerste. We kijken, hè. Helemaal vol. Ja, met eitjes. Ja. Prachtig visje. Nice. Hij gaat gauw terug. Ja. Top. Super tof. Lekker. Nou, hij gaat gauw terug. Hij gaat weer terug. Lachen. Eerste visje. Nou, daar ga jij. Je gaat een hoop eitjes leggen volgende maand. We kunnen super. Weer veel visjes hier. Nou, hey. Topstek, Mats. Oh. Bam. Lekker. Yes. Lekker, eerste jongen. Wow. Nou Mats, nu ben jij in de beurt. Ja, ik ben zo blij, jongen. Hij ging er gewoon af, hè? Ja, jongen, wat is zoveel mazzel. Ik schep hem net. Oh, mazzel, jongen. Hij zegt, zal ik hem scheppen? Ik zeg, nou, je hoeft hem niet te scheppen. Toen zag ik dat haakje een beetje loszet. Zeg ik, ja, schep hem snel. Dat had hij hem. Nou, ik ben blij mee. Gisteren hebben we echt van 12 uur tot 5:30 gevist. Geen vis gezien. Nu ben ik heel even aan het bellen. Dat is altijd zo, hè. Ben je aan het eten? Ben je aan het drinken? Nou, sommige mensen die zijn een checkje aan het draaien, of het ik veel. Altijd net even met iets anders bezig. En dan knalt hij erop. Wat gaan we doen? We gaan naar het volgende stekkie. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Jij gaat alweer filmen, zie ik alweer. Ja, tuurlijk. Ik moet over het slootje heen springen. Hier, ga mij die hengel maar, Mats. Ja, joh. Ik hou hier niet van, hè? Nou. Als je erin flikkert, lach je echt uit. Gewoon één keer springen. Ja. Nou, dat lukt wel. Hoppa. Ik heb net met die gasten afgesproken dat we gewoon bij iedere stek een vis gaan vangen. Dat zou wel mooi zijn. Dan gaan we gewoon zoveel mogelijk stekken proberen te pakken. Nee, ons doel is dat we alle drie minimaal één vis vangen vandaag. Nou, we hebben er in ieder geval eentje. Dus we moeten er nog minimaal twee. En Mats wil eigenlijk heel graag snoekbaars vangen, want hij heeft nog nooit een snoekbaars gevangen. Dus misschien dat we straks vanmiddag ook nog even naar Groningen stad gaan. Daar hebben we denk ik ook nog wel een grote kans op een snoekbaars. Nou, we zijn nu echt bij een vet plekje aangekomen. En we zijn hier bij een soort van snel stromend stukje. Snoeken zijn vissen, die zijn best wel lui. Die liggen het liefst niet midden in de stroming. Dus als die snoekje zit, dan zit hij aan het zijkantje. Dus Mats, kom eens. Als jij nou hier gaat staan, vlak langs de kant, dan buiten de stroming vissen. Ja. Ja, daar ja. Als ze liggen, liggen ze meestal daar of vlak langs het kantje. Dus niet zoveel last hebben van de stroming. Ja, Daniel. Oh, shit. Heb je er één? Nee, hij ging los. Had je snoek? Ik voelde echt keiharde ruk.
Zullen we even bij Francis kijken hoe het daar gaat? Ja. Het ziet er wel mooi uit daar, man. Ja. Oh, zit Daniel. Oh, snoekrachten. Gooi. Gooi. Oh mijn god, echt? Nee, ja. Ja, draai en dan voortkantje rondje draaien. Zo, nu naar links en nu langzaam naar rechts. Blijf draaien. Rondje terug. En achtjes. Niet te veel lopen. Dat hoort hij. Oh, je haakt ze niet goed. Heeft hij hem toch gepakt, denk ik. Ja. Heb je een tik, voelde je een tik of ja, niet? Ja, ik zag hem nog bezig zijn. Ja, ik zag hem ook, maar voelde je een tik? Ja? Daarvoor, of niet? Nou, hij pakte hem wel. Ja, ik zag het. Nou, hup, gooien. Oh, jammer. Ja, ik zag hem. Ik zag de kolk en ik zag hem flitsen. Ja. Je had de snoek erachteraan, hè? Ja. Hij pakte hem volgens mij wel heel zachtjes. Ja, ik denk dat hij hem heel zachtjes pakte. Hij ging echt zo woem en toen ging hij weer weg. Even een ander aasje eraan. Kijken of hij die nog een keer pakt. Helaas, hij pakte hem niet meer. We gaan even naar een ander plekje. We gaan ook even wat eten. Maar wel al twee plekken, twee keer actie. Dus dat is goed. Snoek. We zijn even naar een wat stedelijker stekkie. Ik heb van Mats vernomen dat dit een goede stek is. Waar hij al eens een keertje grote snoeken heeft gevangen. Onderweg hier naartoe zagen we nog een klein slootje. En dat slootje, dat trekt op een of andere manier mijn aandacht. Ik heb het idee dat we er daar gewoon eentje uit gaan trekken. Misschien nog geen grote. Maar ik heb wel het gevoel dat we er eentje gaan vangen daar. En ik heb ook gehoord dat een maatje van Mats even komt kijken. Hoe heet die? Storm. Storm. Nou, ik hoop dat het niet gaat stormen. Maar ik hoop wel dat het storm gaat lopen straks. Hopelijk even een mooie vis. En dan gaan we straks nog even in de stad streetfishen. Vang er eens even een, joh. Oh shit. Is er maar één achteraan? Ja. Oh, ja? God, ik ben zo niet aan het opletten. Grote? Ik zag hem. Ja? Ja. Ik zit niet op te letten. Ja, zonder eentje achteraan? Ja, ik denk wel. Meneer, waar moeten we zijn voor de goede vissen? Wat is de beste plek? Nou, daar. Oké, top. Nou, dan gaan we erheen. Ja. Ik volg jou. Ja, het is echt bizar. We vangen geen ene. We vangen niks. We staan wel op een leuke plek. Mooie achtergrond. Ja, of Zaandam of zo, maar ja. Moeten we wel vis vangen. Hé, hey, papi. Ja. Waarom vangen we nou niks? Ik snap het niet. Je snapt het niet, hè? Nee. Het ligt niet aan die mooie gebouwtjes, denk ik. Nee, zeker niet. Dat is best wel leuk, maar ja. Ik denk misschien in de stad. Gaan we naar Groningen stad? Ja. Streetvisje? Streetvisje. Snoekbaars vangen? Ja. Best. Jij bent Mats en Mats, maar ik vind nog niet echt dat we heel erg gematst worden vandaag. Zeker ook niet met die snoek die jij hebt gemist. Ja. Moet echt even wat gevangen nu. Ja, zeker. Jij gaat eerst snoekbaars vangen. Kom. Ja. Je bent wel een plekje. Ja. Kom. Let's go. Dit zou bijvoorbeeld een plekje kunnen zijn voor baars, hè. Je hem laat zakken. Dat je zo verticaal langs die boot. Dus laat hem nu zakken. Naar de bodem. Ga maar naar de bodem. Zak maar met je top ook. Topje omhoog. Ja, oké, nu strak. Heel klein stukje draaien. Ja, zo. Tik hem een heel klein stukje op. Dan loop je een meter naar voren. Rustig aan. Niet bewegen. En nu tik je hem weer omhoog. En als je een tik krijgt, sla je aan. Ja. Oh, dat is bodem. Nog een trucje om hem los te maken. Wacht. Ja, hier, Fren. Kan je heel filmen? Dit is iets waar ik veel vragen over krijg. En Mats, die raakt net vast. Er zijn altijd twee dingen waarmee je kan proberen om je aasje los te krijgen. Het eerste wat het allerbelangrijkste is, dus als je voelt dat je vast zit, ga niet keihard trekken. Probeer de tegenovergestelde kant te gaan. We kwamen vanaf deze kant, kwam deze kant op vast. Dus je gaat proberen de andere kant op te gaan. En vaak gaat hij dan al, even je beugel open. Vaak gaat hij dan al los als je vanaf de tegengestelde kant trekt. Ja, hier, hij is nu los. Dat je ergens inloopt. Meestal is je loodkop die blijft hangen. Als je echt met je haak vast zit, is het vaak een probleem. En als het nou echt niet kan als je midden op een water vast zit? Ja, dan ga ik je zo meteen laten zien. Als we nog een keer vast komen te zitten, dan ga ik jullie laten zien hoe je moet schieten. Ja. Kijk, en wat je hier dus ook zou kunnen doen qua worpje, is zo'n worpje vlak langs die boot. Die vangt hij niet. Nee, dat zou ik wel doen. Dat zou ik je niet aan doen. Tik je heel zachtjes op. Bodem. Nou, ik zit nu vast weer. Het ligt hier op de bodem. Ja. Ik ga het jullie gelijk laten zien. Ik ga jullie eens laten zien. Dat noemen we schieten.
Je houdt de lijn strak, maar niet heel strak. Je pakt, met je linkerhand pak je de lijn zo. En je trekt hem mee toe en je laat hem vallen. Hij is los. Ha. Top. Heb je wat geleerd, hè, van ome Daniel, jongens? Nou, we gaan nu even een snoekbaars varen. Op een dag liepen Matser Mats en zijn compagnons in de stad van Groningen op zoek naar de snoekbaars. De snoekbaars is een zeer bijzonder dier. Dit dier is ook wel een dier wat ze in het Engels noemen nocturnal. Wat betekent dat het dier een echt nachtdier is. Die snoekbaarsen zijn gemene jagers met grote tanden en vooral hele grote ogen. Matser Mats, ga jij je eerste snoekbaars vangen? Ja. Top. Nou, kijk, als je nou zo doet. En je gooit hem laag, je houdt hem toplaag. Gooit zo. Maar best wel iets harder proberen te gooien, hoor. Gewoon oefenen. Als je een keertje tegen een brug aan gooit, is het niet meer. Soms wordt je loodkopje dan scheef, maar... Je beet? Ja, vis. Lekker. Ja. Lekker. Ja. Lekker, Daniel. Snoekbaarsje. Snoekbaars. Lekker. Lekker vis. Ja. Nice. Mag ik scheppen? Ja, hoor. Hij hoeft niet per se geschept te worden, maar je mag hem scheppen. Jij krijgt de eer. Lekker dan. Hoppa. Hoppa. Nee, ik kan hem zo pakken. Je zei het, hè? Je wist het gewoon. Yes. Lekker. Het is geen grote, maar ik ben er echt blij. Maakt niet uit. Het is er één. Had jij wel snoepbaars gezien? Vasthouden? Nee. Nee? Moet je hem vasthouden, Mat? Ik had hem zelfs, hij heeft best wel grote kieuwen, zo'n snoepbaars. Ja. Ik heb deze keertje gepakt in de halsgolf. Oh ja. Ja. Zijn stekels zijn ook helemaal... Ik denk dat een halsgolf gepakt. Ja. Ze hebben best wel een grote kieuw. Ja. Je kan hem met één vinger, zou je zo'n visje wel kunnen kieuwen. Ja. Zo. Of, maar die hele kleintjes pak ik meestal twee vingers onder de keel. Één vinger op de kop. Ja. En dan één hand erachter. Oké. Okay. Nice hoor. Super vet. Leuk, hè? Ja. Ze zijn mooi, hè? Zal ik een fotootje van je maken? Ja. Voor je vader een fotootje. Ja. Even een selfie. Nice. Nou, mag terug. Dank je. Tjoep. Nou, jongen. Ja. We zijn weer thuis. Ja. Ja, was leuk, toch? Was wel een gezellig dagje. Ja. Volgens mij heb je alweer een paar mooie dingetjes geleerd. Kan goed overweg met je hengel, dus dat is top. Ja. Ga je zeker nog mooie vissen mee vangen. Zeker. Beloof je mij dat als je een dikke vis vangt, dat je... foto stuurt, dus je vissen met mijn aasje hebt gevangen. Ja? Verwacht ik wel, hoor. Ja. Oké, okay, dan is het goed. Nou, ik hoop dat je er blij mee bent en dat je er heel veel mooie vissen mee gaat vangen. Ja, ja, is toch leuk, joh. Ja, ik ben blij dat ik jou er blij mee heb kunnen maken. En ik hoop dat je gewoon heel veel dikke vissen mee gaat vangen. Ja. Wij gaan weer op huis aan. Kleine twee uurtjes terugrijden. Ja. Nou, wat we volgens zien. Het was echt een lekker avontuurtje vandaag. Ik ben echt blij mee dat we Mat zo blij hebben kunnen maken. Hij was echt heel blij, superleuk. Hij was sprakeloos vanochtend. Ja, was mooi. Helaas ging die snoep van Mat eraf. Maar ja, we hebben in ieder geval niet niks gevangen. Nee. Voor de verandering. Gelukkig niet, nee. We gaan even bij Enzo Knol zijn nieuwe auto kijken. Die heeft een nieuwe wrap op zijn auto. Dus ik denk dat we daar even heen rijden en dan rijden we naar huis. Dan hoop ik dat jullie het een leuke video vonden. Geef in ieder geval even een like als je hem vet vond. Abonneer je onder. Zet ook even het belletje aan. Want ongeveer 50% van al mijn kijkers is nog niet geabonneerd. En ik zou het echt waarderen als je abonneert. Het is gratis. En dan zie ik jullie graag aankomende woensdag om 7 uur terug bij een nieuwe video. En dat is een video waarin Francis en ik jullie gaan uitleggen hoe je in het voorjaar snoeken kunt vangen. Doei!